Leuk dat jullie weer kijken. Dit is vlog 3. Deze vlog zal even tijdelijk gaan over ons leven hier op Langendijk. Dus in burgercursus Langendijk. Wat maakt Langendijk speciaal? En waar zitten de kinderen op school? Ik ga even langs het museum, denk ik wel. Kinderboerderijtjes, speelpark. We moeten ons nu toch gaan bezighouden, zolang we de sleutel van het huis nog niet hebben. Wordt ook gewoon hartstikke leuk. Tot nu toe gaat het hier heel goed. Ik zit hier nu 5 dagen. Morgen zijn de kindjes voor het eerst naar school geweest. Die hebben een kennismakingsgesprek gehad op de peuterspeelzaal bij de kleine Veert. Dat ging goed. Vanmorgen was het even hectisch. De auto's stonden vast in de bagger. Klein paniekje, maar het is goed gekomen. Ik ben even met opa's auto naar de kleine Veert gereden. Daar hebben we de nieuwe juffen ontmoet. Hele grote school. Wel heel leuk. Erg hip qua leersysteem. Veel met Engels en een soort handpop. Let's take a look at the tree. What do we see? Who knows? What this is? Waar zijn wij? Susie, wat een jungle tent. We zijn in de jungle. Wel zorg papa voor ons die dag. Dat is mijn papa. Goeie indruk. Ik heb er een goed gevoel over. Voor de rest gaan we deze week natuurlijk verder met Rikse verjaardag. Er moeten heel veel boodschappen nog gedaan worden. Ik heb voor Rik al een taart besteld. Nou ja, dat eigenlijk. En dan zien we wel hoe de rest van de komende weken lopen. Hey, goedemorgen. Het is vandaag 1 februari en we zijn nu onderweg naar het Sassanhof, naar ons oude huis, voor de sleuteloverdracht. Die gaat vandaag plaatsvinden. We hebben eerst om 9:45 afgesproken met de makelaar. We gaan een laatste ronde maken door het huis heen en de meetstanden opnemen. Vervolgens hebben we een afspraak met de nieuwe eigenaren en de notaris om het officieel over te schrijven. Nou, doeg! Ja, maar we 30. Oh, feestje. Ik ben binnengehaald voor Rikse verjaardag. Nu even boven. Oh, hij is last van mijn keel. Dus ik hoop wel dat het vanavond beter is, want dan gaan we natuurlijk lekker feesten. Ik heb voor zijn verjaardag
houdt een beetje klein. We willen tenslotte toch vooral sparen voor de verbouwing. Dus ik heb een mooie kaart van die jongens. Die ga ik zo meteen nog even lekker laten tekenen. Dan heb ik zelf die touwtjes erachter gespannen en fotootjes erop. En die komt dan in die glasplaat. Dus zelf heb ik een kaartje voor hem. Chin met dat we binnenkort even lekker uit eten gaan. Even een filmpje pakken. Gefeliciteerd, papa! Goed gedaan, jongens. Kom mee. Wat gaan we doen dan? Wel, nee. Dit, maar dat doe ik niet. Die kant heb ik niet geschreven. Oma. Je ziet van mijn beeld. Deze auto. Mijn auto. Wauw, wat ben je cool. Im, kijk eens naar mama. Wauw. Jij bent echt heel stoer. Je bent een politieagent, hè? Waar is je pistool? Hoa. Ik ga jou in de boeien slaan, mama. Hoa. Hey, skeleton. Kom je met papa op de foto? Nee. Het is gewoon een draak. Tom! Goedemorgen! Ik heb papietje. Hé, wat gaan we vandaag doen? We spelen in de school. En dan mag je niet even kleden. Ja. Ik ga je wel iedereen een bekeuring geven dan. Ga je lief zijn voor iedereen. Ik ga een goede politie. Hoe heet jij? Zeg maar, hoe heet jij? Tom! Hoe ga jij naar je nieuwe school verkleed? Jij gaat als je ware ik. Ze zien het meteen wie jij bent. Ja. Met een kleine demon. Ze zullen je meteen doorhebben. Ja. Wat is dat? Mag, hè? Ga je puzzelen? Zo mooi. Hallo. Het is avond en ik lig hem grondig te chillen. Het doe ik wel echt mega aso in mijn pukshirt. Rick die is lekker naar badminton. Avondje voor mama alleen, ook lekker. Ja, wat ga ik eens vertellen? Ik was eigenlijk van plan lekker met Selfridges kijken. Zo'n oud Engelse serie, dat is echt mijn zwak. Morgen werk ik kort, dan ga ik even wat leuks doen. Je hebt hier volgens mij ook een ballenbak, zo'n belorig. Eigenlijk dacht ik, ga even mijn vlog bekijken. En eigenlijk dacht ik toen, weet je, ik ga even lekker vloggen. Ik weet niet erover, maar ik ga het gewoon doen. Ik heb mijn eerste gitaarles heb ik afgesproken. Ik heb weer een nieuwe hobby. Een beetje, hè? Je moet toch wat te doen hebben. Want ik begin wel ongeduldig te worden. 6 weken duurt toch wel lang voordat je die sleutel krijgt. Hij staat te wachten. Het staat gewoon al heel lang op mijn bucketlist. En nou, we waren verhuisd.
En ik dus ben gestopt met paaldansen, helaas. Dat deed ik echt ook met veel plezier met mijn buurvrouw. Dus paaldansen is klaar. En nu gaan we over op gitaar spelen. Overdag mijn werk, dat is eigenlijk ook een hobby. Daar ben ik heel erg trots op. Dat doe ik echt met veel plezier. Toen ik een jaar of 11 was, toen besloot ik al van, nou, als ik later groot ben, dan word ik paardentrainer. En toen was ik 17 en toen vroeg mijn werkgeefster van, goh, zou je niet bij mij willen werken? Nou, zei, nou hè, wat leuk. Toen ben ik gestopt met school. Ben ik begonnen. Daar, dat heb ik 6 jaar lang fulltime gedaan. Toen ben ik verliefd. Huisje, boompje, beestje, kindjes. Toen ben ik even gestopt in de paarden. Omdat, ja, ik vond even andere dingen belangrijker op dat moment. Ik wou het hele plaatje. Daar ben ik ook heel erg gelukkig in. Ik ben wel blij met die beslissing toen. Alleen, ik miste daarna de paarden toch wel enorm. We hadden eigenlijk een beetje afgesproken van, nou, als Tom naar de basisschool gaat, dan ga ik ook weer werken. En toen kwam daar de mogelijkheid en toen dacht ik van, ja, waarom niet? Gelukkig, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Alle hulp van alle opa's en oma's. We hebben een heel mooi schema met elkaar kunnen draaien, waardoor ik toch kon doen wat ik leuk vind. Hé, nou, dan zal je mijn buurvrouw hebben. Dat is mijn buurvrouw, die app net. En voor als je denkt, wat doet zij nou de hele dag op die paarden? Nou, ik doe dit. Vleien, kom, vleien. 1, 2. Daar komt mama. Zo, even een nieuwe ballenbak testen. Wat vinden we ervan? Vind je het leuk? Ja. Ja. Lekker ijsje. Bram, vind je het ook leuk? Ja. Oké. Hij is geslaagd. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Pathé. Wat gaan we ook filmen? We gaan naar 50 Shades Free. Helemaal seks. Geseks. Nou, lopen we dan. Kijk, in de sneeuw. In de sneeuw in Amsterdam. Gezellig, avondje uit. Hartstikke leuk. Gezellig. Oh, kijk, er ligt sneeuw op de grond. Ook een beetje nieuw te maken. Nee, dat is glad. Nou, we hebben net zo lekker gegeten bij de Cubanita. Oh, ik zit zo vol. Nou, ik ook. Ik heb echt asociaal. Ik ben helemaal vol gestampt. Ik heb echt super lekker gegeten. Waar gaan we naartoe? Politie vinden leeuwen leuk. Leeuwen? Nou, ging je toch boeven vangen? Woe! Maar politie vinden gewoon leeuwen leuk. Woe! Yeah.
Gooi het bij de tandarts. Ging goed? Ja. Hoeveel tanden had je nou? 6. 19. En Tom had de 16. Ja. Ja. Onderweg naar speelpark De Zwaan. En wat komen we tegen? Kijk eens Bram, wat zijn dat? Zie je dat? Zwaan op het pad. Volgens mij gaan we de goede kant op. Kijk, wat is deze knop? Zullen we daar eens op drukken? Nou, wat leuk! Dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh. Hij zakt in. Goed recht zitten, hè? We zijn bijna aangekomen bij het einde
van vlog 3. Veel over de verbouwing zal het dus niet worden. Hè? Want ja, we moeten gewoon echt even wachten tot we de sleutel van het huis krijgen. Ik ben nog mijn dagboek aan het bijwerken. Kijk, het is iets persoonlijker als deze vlog. En ja, hier gaat het meer over waarom we zijn gaan verhuizen. Wat nu afspeelt. Het laatste kerstkaartje van de jongens in het oude huis. Een afscheidskaartje van de buren. En hierin hou ik ook gewoon de hele verbouwing bij. Dingen die we moeten doen. Kijk, hier een oude foto van het huis. Ik weet niet precies hoe oud die foto is, maar aan dit autootje te zien, heel oud. Leuk hè? Dit huis staat er ook nog gewoon, deze ook. En hier kan je zien, maar je ziet wel staan, in Noordschewouden staan verschillende wat betreft stedenbouwkundige cultuur, historisch en of archeologisch karakteristieke gebouwen. En dat zijn eigenlijk 19 gebouwen. En nou ja, daar staat hij ook tussen. Dat vind ik leuk, dat soort informatie. Dat ben ik allemaal een beetje aan het verzamelen op dit lijstje. Ja, het wil ik niet overgooien, want dat vind ik wel weer persoonlijk voor de vorige eigenaren. Daarin heb ik een beetje een stamboom gemaakt, wie er allemaal hiervoor heb gewoond. We zijn helemaal tot aan 1900 wel gekomen. Alleen, ik weet zeker, want het huis komt uit 1876. Er moet nog één generatie voor hebben gezeten. Alleen, ja, ik ben er nog niet achter wie dat is. Deze volgende vlog is ook nog steeds niet de sleutel van het huis. Dan zul ik wel wat meer vertellen over de plannen van het huis. Wat we van plan zijn, wat we eraan gaan verbouwen. Ik ben in Stichting Verleden Langendijk, heet dat. En dan wil ik ook even kijken of ik nog wat meer kan vinden. Want ze zeiden wat alle foto's die op de website staan, dat is niet wat we allemaal in het archief hebben staan. Dus dan moet je even langskomen en dan kun je ook nog kijken. Dat staat in de planning. En voor de rest blijft het weer een verrassing wat er in de volgende vlog gebeurt. Tot de volgende vlog.